De oproep heb ik al. Ik weet alleen nog niet op wie ik ga stemmen. Gelukkig zijn er een paar kieswijzers. Trek er wel een middagje vooruit. De hoogte van de kinderbijslag moet afhankelijk worden van wat iemand verdient. In Nederland mogen nieuwe kerncentrales komen. Ik ben politicoloog aan de Universiteit Twente en ik doe onderzoek naar stemwijzers. Nou, ik ben al uurtje of twee bezig. Dat is de laatste jaren echt als paddenstoelen uit de grond zijn ze geschoten. Heel veel zijn ze geworden. Welk merk bier kies je? Selecteer de thema's die u belangrijk vindt. Partij voor de Dieren, de VVD. Er zijn veel stemwijzers die stellingen hebben over een beperkt aantal onderwerpen. Dus die zijn wat minder betrouwbaar als je wil weten wat je vindt van alle onderwerpen die spelen de komende jaren. Kies voor kennis. De SGP. Die stond bij de vorige twee nog helemaal onderaan. Nu trots op Nederland. Bij elke stemwijze die ik invul, komt er iets anders uit. Dat kan toch niet kloppen? Mijn advies is om de kleinere stemwijzers die echt op één thema zijn gericht toch te mijden. Tenzij je dat toevallig heel interessant onderwerp vindt. Maar je toch vooral te richten op de wat bredere stemwijzers die veel beleidsterreinen omvatten. Zoals stemwijzer, stemmetracker, kieskompas. De groene kieswijze en dan kom ik uit bij GroenLinks. Dat ze dus leuk vinden om te horen. Helpt het? Hebben we hier wat aan? Kieswijzers hebben zeker invloed. Ja, bij de vorige Kamerverkiezingen lag de opkomst door kieswijzers ongeveer 3% hoger. En de helft van de zwevers die heeft de stem ook uitgebracht zoals geadviseerd werd. Oh, ik denk dat ik behoefte heb aan een site die mij vertelt wat voor mij de beste stemwijzer is. Want ik weet het nog steeds niet.